De zorg voor de toekomst zie ik op het kruispunt van patiënten die zelf hun eigen rol willen nemen en zullen nemen. En die worden daartoe in positie gebracht door nieuwe technologie. En ik denk dat dat een goede zaak is. We hebben 100 jaar geleden hebben de zorg uit de huizen van mensen gehaald. Omdat we dat allemaal die techniek op één plaats neerzetten. En we hebben dat onder andere ziekenhuizen genoemd. Wat je nu het komende 5 tot 10 jaar gaat zien in een versneld tempo. Is dat we die zorg weer terug gaan brengen naar de huizen van mensen toe. En naar de mensen zelf toe. En dat vind ik een hele mooie ontwikkeling. Er wordt natuurlijk vaak naar de overheid gekeken. Alsof de overheid het zelf moet gaan oplossen. Maar ik denk dat het ook tijd wordt dat we als zorginstellingen. En ook als professionals echt naar onszelf kijken. Omdat we veel meer kunnen dan waar we hulp bij nodig zouden hebben, zeg maar. En vanuit die hoedanigheid ook echt gewoon stappen kunnen zetten. En kunt u daar een voorbeeld van geven? Nou, een van de voorbeelden die misschien te geven is nu, is dat we binnenkort met een platform aan de slag gaan. Wat Here is My Data heet. Waarbij wij onze informatie die wij van onze patiënten hebben, in kopie digitaal aan de patiënt overdragen. De patiënt daar zelf ook data aan toe kan voegen op basis van allerlei apparatuur, slimme polsbandjes, draadloze weegschalen, bloeddrukmeters. En eigenlijk op die manier die patiënt meer informatie zelf heeft dan wat die dokter heeft. Met die informatie kan die naar de dokter of naar de zorgprofessional gaan. Zeggen, here is my data. En op basis daarvan een beter gesprek voeren. Daar heb je eigenlijk niet veel partijen bij nodig. Anders dan de informatie die je al hebt beschikbaar stellen voor de patiënt. En of dat nou op papier of digitaal is, dat maakt in onze optiek eigenlijk weinig meer uit. Maar het is wel 2014, dus het zal wel digitaal moeten. En ziet u nog valkuilen daarin? Want het gaat ook over privacy. Daar ging het net ook al even over in het gesprek. Wat zijn volgens u de valkuilen hierin? Ja, dank daarvoor. Ik denk dat de grootste valkuil privacy is, eerlijk gezegd. En dat wil niet zeggen dat ik niks met privacy heb. Ik denk dat het een groot goed is. Dat het steeds makkelijker wordt om informatie beschikbaar te krijgen. Dus we moeten daar zeker goed naar kijken. Maar ik merk ook dat privacy een klein beetje de stok geworden is. Waarmee we iedere innovatie doodslaan. En ik denk dat dat gewoon niet goed is. Als je gaat kijken naar wat mensen zelf delen. En welke bereidheid dat ze hebben. Denk ik dat het heel goed bij de patiënt zelf neergelegd kan worden. Op welke manier wil jij hiermee omgaan. En op dit moment vind ik zit privacy voor mij echt een beetje in de hoek van de innovation killer. Langzamerhand hebben we elkaar in een greep gekregen waar we niet meer uitkomen. En ik denk dat dat nooit zo de bedoeling kan zijn. Ik denk zelfs dat in een aantal gevallen het middel erger dan de kwaal geworden is. Patiënt en digitale revolutie, wat betekent dat voor u? Nou, laat ik beginnen niet alleen voor mijzelf, maar met name voor mijn collega's. Ik denk dat in 2015, als ik kijk naar wat bijvoorbeeld partijen als Apple en Google aan het doen zijn. Wat partijen zijn die van buiten de gezondheidszorg komen. En aan het opleiden zijn en projecten, zullen zij in 2015 een belangrijke rol gaan spelen in gezondheid. Met allerlei programma's en apparatuur waarmee ze rondom gezond zijn en gezond blijven, fitness, bewegen, aan de slag zullen gaan. Denk ik dat zij ervoor gaan zorgen dat de zorg ook vanuit die hoedanigheid in beweging moet komen. Want die gaan wel over schaal natuurlijk. En die hebben ontdekt en begrepen hoe ze uiteindelijk producten kunnen maken die door mensen makkelijk en snel geaccepteerd worden. Dus ik denk dat dat iets is wat, als je het over digitale revolutie hebt, ons misschien ook wel gaat meehelpen. Want zo zie ik het namelijk wel, dat we eigenlijk op die manier ook hulp krijgen om ook een beetje wakker geschud te worden. Want wat betekent zo'n digitale revolutie voor de samenleving? Nou, als ik puur even kijk naar wat met de gezondheidszorg aan de hand is, gaan we dadelijk natuurlijk meemaken dat die zorg nog eens een keer over de kop gaat qua zorgvraag. We gaan er steeds minder mensen bij krijgen die voor de zorg werkzaam zijn, zeg maar, als we niet uitkijken. En we gaan er niet veel meer geld bij krijgen. Dus we moeten met slimme dingen aan de slag gaan. Dus ik denk dat de digitale revolutie één van de aspecten is die ons gaat meehelpen om die zorg duurzaam te maken. En dan heb ik het met name over houdbaar en betaalbaar. Wat vond u het meest verrassende van de andere sprekers qua innovaties? Nou, wat ik hoopgevend vind is dat ik zie dat zorgverzekeraars in toenemende mate bereid zijn om mee te helpen om die zorg te veranderen. En dan niet alleen maar in kleine korte projecten, maar zoals VGZ en CZ samen nu voor Bas Bloem, een collega van mij, rondom Parkinson het hebben afgesproken. Dat ze langjarig, 5 jaar lang, mee gaan helpen om die innovatie voor elkaar te krijgen. Zonder dat je ook iedere keer gekort wordt op het verhaal. Continuïteit. Continuïteit van innovatie in dit geval. Dus niet zozeer continuïteit van zorg, maar continuïteit van innovatie. En dat gaat niet altijd over meer geld geven, maar wel een hand in de rug geven en zeggen, weet je, we doen mee.